Goedenavond, leuk dat jullie weer kijken naar het Neptunus Journaal. Jullie hebben vast wel eens gehoord van de terror-oehoe. Het lijkt net alsof die is terugkomen, maar dan in andere soort. De dolle kraai. Onze verslaggeefster Maureen staat in het Diemenpark op Eiburg. Dankjewel Roos. We zijn vandaag in het Diemenpark bij de dolle kraai. Bent u aangevallen door de dolle kraai? Ja. Hoe vaak? 1 keer. Deed het veel pijn? Een beetje. Wat deed hij precies? Hij pikte met zijn snavel op je hoofd. Zoals jullie hebben gehoord, dames en heren, is het best gevaarlijk. Trouwens, de kraai zit tussen die steiger en dat bruggetje daar. Oké, we gaan nu terug naar Roos. Dankjewel, Maureen. Er is een auto gevonden op het strand van Eiburg, oftewel Blijburg. Het is raar, maar waar. De verslaggeefster Nina staat daar. We gaan naar haar luisteren. Dankjewel, Roos. Ik sta nu dus op het strand en er is een auto gevonden. Ik ga even met een agent praten. Dag meneer de agent, wat is er hier aan de hand? Nou, er is een auto op het strand gevonden, op het strand Blijburg, op Eiburg. En we hebben nog geen idee eigenlijk wat er met de, hoe die auto daar, hoe die daar is gekomen. Maar waarschijnlijk is er iemand daar gewoon met zijn auto het strand op gereden. En dus een misdaad gepleegd? Dat weten we niet zeker, maar het zou kunnen. En dan nu terug naar Roos. Dankjewel Nina. Nou, ik hoop niet dat dat in het echt is gebeurd. We hebben talenttijd op de Neptunus. Het is tot van de groepen tot met 5 en 8. Onze reporters Milan en Nina zijn bij de talenttijd. We gaan kijken hoe het daar gaat. We zijn nu op het dak van de Neptunus, want er is talententijd. En dit is van de groentetuinen. Wat ben je aan het doen hier? Ik ben de tulpen aan het plukken en de planten ook, omdat we gaan zonnebloemen planten. Wat houdt deze talententijd precies in? Dat je goed leert om met je vingers te werken en dat je goed met planten om kan gaan. Wat ben je aan het doen? Scratch. En wat houdt het in? Dat je gaat programmeren, maar dat voor kinderen niet zo moeilijk. En wat ben je nu aan het maken? Een spelletje dat heet Snake. Ik zie hier niet zoveel meisjes. Heeft dat een reden? Ik weet niet. Hier is bijvoorbeeld schaakles. Inderdaad. Hier leren kinderen schaken. Hier wordt Spaanse les gegeven. Rojo. Violetta. In dit lokaal doen ze 3D-printen. Ik ben iets aan het maken. Voor het 3D-printen, dan kan ik het printen op de 3D-printer. Dit is de fabklas, is ook talententijd. En hier mogen ze dingen maken. Ik maak een fidget spinner van hout. Wat is een fidget spinner? Daar kan je mee draaien en dan, ja, dan draait hij eigenlijk heel hard. En dan kan je trucjes mee doen. Dit waren onze reportages van talententijd. Er is nog veel meer. Maar we hebben er een paar laten zien. En nu terug naar Roos. Dankjewel Nina en Milan. We gaan nu naar het nieuwsblok. We horen net het volgende. President Macron ruilt zijn oude vrouw in voor een nieuwere vrouw. Een jongere dame dus. En dat is ook wel vrij. Hij is net president en dan ruilt hij zijn vrouw alweer in. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel erg. Ja, ik ook. Nou, dit was ons nieuwsblokje. Terug naar Roos. Dankjewel Maureen en Nina. Nu gaan we verder met het weerbericht van de weerman Milan. Hallo, dit is het weerbericht van het Neptunus Journaal. Het is vandaag min 23 graden. Jawel, min 23 graden mensen. De grond is spekglad. Er ligt overal ijs op de grond. Dus, het is hier net een ijsbaan. Dus kijk er goed uit. Je glijdt echt heel snel uit. Wow! Ik heb net te horen gekregen dat het 23 graden is in plaats van min 23. En het is eigenlijk wel lekker warm. Eigenlijk zou ik mijn ding wel uit kunnen doen. Nou, dit was het weerbericht mensen. Tot de volgende keer. Terug naar Roos. Dit was het weer en het einde van ons nieuws. Tot de volgende keer. Doei!